van een blunderbus tegen de kop van de kapitein is? Ja. Dat is klein detail. Nou, als je de trigger overhaalt, is het een groot detail, hoor. Ook niet meer. Nou ja, bij onze kapitein is sowieso altijd een groot detail. Hij is groot. Nee, dat is geen detail meer. Dat is gewoon uitgesmeerd. Detail is als iets heel fijn is en heel veel dingetjes heeft, maar dat heb ik niet. Dat is gewoon één groot vlak. Kunnen ze hier niet gewoon plastic zakjes of zo? Weet je, dat je al die trinkets erin kan gooien. Plastic zakjes? gewoon een weekendtas of zo. Weet je? Ja. Zo'n shopperbag van de Lidl. Kunnen we die gewoon een van die pads opensnijden en die volduwen? Beetje klassie, hè? Beetje de Aldi. Of een Vibra. Ah, die hebben wel goed schoonmaak gespeeld. Nee, maar gewoon... Dat sowieso. Volgens mij het meest slecht voor de natuur en alles eromheen. Maar het maakt schoon, nee, godverdomme! Zo. Zeg, maar dan zie je altijd die reclame van die reclame van die Quick and Bright en zo. Even laten inwerken, nou dat hoeft bij Destiny. Nee, dat is gewoon erop spuiten en als je klaar bent op het einde gewoon meteen het begin beginnen met eraf vegen. Dan is er een gat in je tafel. Nou, dat niet. Ik kan niet zeggen dat het agressief is eigenlijk. En het is agressief tegen viezigheid. Maar... Ja, voor de rest niet. Want... We hebben daar op gelakte eiken tafels gebruikt, hoor. Kledingboordjes. Daar kwam mijn moeder mee. Gewoon in een nek waar je gel en zo hebt zitten. Gewoon een beetje dat erop, in de wasmachine, klaar. Kijk, waar ben ik daar niet op gekomen? Als vuil het stickertje Dusty ziet, dan verdwijnt het al. Ja, dat is echt een absurd spul. Als je een kookplaat die ik heb, die heb ik tweedehands... Ja, ik heb de laatste! tweedehands overgenomen en dat was me toch een webpijl. Heb je ook wel een rest, zo wel? Ja. Ik hey, zat... Roy. Ja? Kun je die kistjes halen of wil je die laten liggen? Ja, kom maar aan, we waren even met de loot bezig, ja. Je had een pan gekocht met dingen... Nee, mijn gasfornuis. Toen ik dat kocht, tweedehands. Nou ja, dat was ver van zuiver. Laat ik het zo netjes correct zeggen. Zat het ontbijt, lunch en diner van de afgelopen 2 jaar nog aan, waarschijnlijk. Ja, dat liep net niet weg. Laten we het zo zeggen. Maar dast hij erop, schuursponsje, hoppakee, je veegt het er gewoon zo vanaf. En je denkt van, wat? Ik zie dat dan echt al gebeuren, dat je die fles dichtbij houdt en dan komt er zo'n kring omheen, weet je, dat het... Ja. Nee, dat is echt wonderspul. Ik heb enige reden dat ik naar de Wiebra ga. Ja, ik ook. Stel reden dat ik in de stad kom hier, om naar de Wiebra te gaan om een Dusty te halen. Een petit wiep. Maar ja, wie volgens mij gaat in zijn Wiebra, ja. Wat? Wij, hoe heet dat? Wat wil ik zeggen? Oh, nee, ik weet het niet meer, nou maar. Oh ja, we hebben er 2 nog. Dat is allebei een half uur verderop. Ja, mij ook. Dat is ook een half uur wandelen. Over een paar jaar rijden de auto's erop, joh, dat is niet. Nou, laten we dit op de eindeloze stapel gooien, hè? Ik zie het verschil of ik hem er nou bij zet, ja of nee, maar... Hey, Tango. Ja? Ik heb er per ongeluk een drinken tussen gezet, wil je er even uithalen? Ja, op z'n tijd.
Moet je even dit dusty pakken. Hey, ik weet niet wat daarin zit, maar dat kan echt nooit gezond zijn. Nee, sowieso. Wij doen daar bij het buurthuis, omdat daar binnen gerookt wordt, dat doen we ook met dusty. Dat is echt een superspel daarvoor. Als je dat... ja, die koekt gewoon af. En zeker omdat dat vroeger niet heel veel gedaan werd. Die muren en die schrootjes en zo. Dus toen we dat de eerste keer deden... je zag echt die nicotine van de muren afdruipen. maar... De ruimte is geheel eens 1 kubieke meter meer geworden. Het probleem wat was... Na een fles of 6-7 lichten gespoten te hebben op al die muren. Dat is best een groot hok. Dat gaat best hard met zo'n spuit. Ja, lucht, man. Ja, je moest echt naar buiten toe, want anders ging je ondersteboven. Een beetje daarvan klinkt, ruikt chemisch, maar ook in de richting van lekker, weet je wel. Ja, alles eromheen is schone lucht, om het even zo te zeggen, maar... Nee, echt, de lucht die van Dusty afkomt, die is echt heftig. Ja, dat is wat ik zeg. Als je die gewoon voor een normaal plekje gebruikt, dan is dat, je weet dat het chemisch is, maar... Je kan het toch net richting lekker ruikend scharen. Ja, een beetje dat citroen. Ja, een citroen die op DSM is gekweekt. Nee, dat is vers 2. Met benzine, hè? In plaats van water kregen ze benzine. Wat is dat nou wat ervaart? Sloepje. Dat is Sloepie. Ja, dat is leuk. Alles aan de kat is kwaad, hè? Nou, we gaan het op de roeiboot tangen. Ja. Zullen we maar alvast beginnen? Ja, want de Reaper Herald is hier vooral. Ja, ik kan het zeggen, daar zijn we al bijna. Pak wel je sniper vast, trouwens, in plaats van je soort. Hier in de storm. Reaper ligt midden in de storm. Laten we even wachten met Afina erin zetten. Hè? Ja, dat kan ik ook altijd rennen, hè. Belangrijke kisten. En vlaggen. Ik wil altijd met een pass-by doen net wat nodig is. Hi Tango. Ja. Huh? Weet je nog dat we toen zo tering lang onder op zoek zijn geweest naar een harpoenrobot? Ja. Wij varen nu al langs de derde. Ja, zou je het zien, hè? Ah ja, we zijn ook al bijna de hele wereld over geweest. We zijn in ieder geval in ieder gebied geweest vandaag. Nou, ik bedoel, nu met mijn roeiboot vaar ik nu al langs de derde. Auw. Kleren slang. Deze roeiboot, hè? Wordt geraakt door de bliksem. Ik denk niet dat het heel goed gaat aflopen. Oké, ik zit vast. En nou wordt het gevaar. De belletje. Kleren slank. Ja, dan kun je inderdaad kleding van maken. Het aantal slangen die ik hier van mond heb. Zo, wat is dat? Dat rechtse eiland, vanwege dat ik mijn stuur helemaal naar links heb staan, maar de storm waait schijnbaar zo hard dat we rechts het eiland opgeflikt worden. Moet ik even naar beneden?
mij heb ik geen schade hoor. We hebben een sloepje in het midden liggen of dat is een skelly sloep, dat weet ik niet. Moet zien. Zegt hij terwijl dat het dek bijna half vol is? Eerst? Was. Ik krijg nu pas de melding van die Star Wars ballon. Ja, ik ook. Perfect. Omdat ik op glasvezel zet. Zit er allemaal in? Oh. Nee, dan is het de koper. Oeh, wat jongen. Onbekleed. Storm, vervelend. Even neergooien. Ja. Dank u. Vlug, in ieder geval die belangrijke kisten. Ja, kan ik daar ook even verlopen. Kom je zo helpen verkopen, Dennis? Ik denk dat Dennis onderweg is.
Dat is alleen even een beetje de storm ontwijken, want dat vond ik niet zo'n geslaagd plan met de roeiboot. Wij ook niet. Yet, here we are. Ja, we liggen er middenin, dus weinig te bellen. Nou, volgens mij is het al bijna over jullie heen. Mm-hmm. Is inderdaad al een flink tijdje bezig. Als je in de taal het hoekje neerzet, kan ik er precies bij. Daar? Waar wil je het nu net neerzetten? Op de kont. Iets naar achter. Ja, daar. Daar. Het was meer, laat ik het zo zeggen, ik in die roeiboot, dat werkt niet. Ik kom altijd vast te zitten. Nee. Iedere sprong. Ja, iedereen hoor. Oh, hallo. Sloepje? Ja, er zitten een paar sloepjes hier in de buurt. Sloep hier bij, zie ik bij Crooked Mars liggen net. Ah, witte zeilen, geen emissary. Niks spannends. Vandaar dat hij niet kunt. Dat hoor ik, hè? Oh. Roy. Ja, alles ligt op het roeibootje, dus ik denk dan loop ik vast met een kist. Bijna. Er liggen nog een paar collectors op de rest. Oh. ...35.000 doubloons. King Deal. Kun je nog eigenlijk wat van die doubloons doen? Want volgens mij heb ik er al hey, daarom. Iedere keer een black market wat kopen met een update. Ja, die wat krijg je kwijt, die 100? Ja, een paar. Ja, 100, 150, 200 misschien. Half jaar niet Black Market gekeken. Ik bedoel, naar de kisten van 55 bloed, dus ja. Maar heb je nog niet alles gekocht, Mark? Oh, die special en dingen, nee. Die skins heb ik inderdaad niet gekocht. Maar is er ook sowieso de Wild Rose set in en de Aristocrat? Ja, en in de Black Market zijn ze duurder als toen ze uitkwamen. In de archive zijn ze duurder dan dat. Ja. Eens even kijken. Waar zitten we hier? Daar hebben we alles. Ik ga even het eiland rond met deze. Wacht, hier ook nog een klein beetje. Huh? Oh. Je kunt gaan verkopen. Ja, de ammo crate kun je eentje meepakken. Ook hier verkopen. Ja, nou ja, ik kan ook al proberen om die robot uit te krijgen, want ik weet niet hoe lang het duurt voordat Dennis hier is. Maar... Ja, maar dat... Doe maar alvast. Zeg ik, doe maar gewoon alvast verkopen. Auw! Wat? Wow, ik kreeg damage van hier te Tokyo. Die thing, man. The fuck? Oké, okay, ik zwem nu door die roeiboot heen. Ik weet niet. Ja, je zit, ben echt kapot hard aan het trippen inderdaad. Ik groei zo hard dat ik kan. Oh. Oké. Okay. Ik zie twee voetjes onder die roeiboot. Ik hoop. En Tango is begraven onder de roeiboot. Het ziet er zo dom uit. Ik zie letterlijk een roeiboot met niemand erin van. Zo, weet die vol is. Ik ga meteen even inleveren. We daar nog een. Kom op. Klep ik nog net de zijkant van de storm. Oh,
moeten gaan binnen. Zo, nu zeg. Hey! Oh. Dat was niet... Je rende de meeste voortoek schoon. Ja, ja, ik weet dat ik niet te missen ben, maar... De boot recht zetten en even het anker lichten, just in case. Ik denk dat we wel top tier zijn met Reaper. Dat zijn we toch al een paar weken. De grap is, we hebben ook wat bij Athena ingeleverd, Tango en ik, tijdens een sessie. Voor een 2 T7 runs en een emissary ofzo. Volgens mij zijn we daar ook top tier en bij Order of Souls zijn we ook top tier. Of ja, ik in ieder geval bij Order of Souls. Ik zag volgens mij jouw naam net. Ja, ik zie jouw naam nu net ook. Ik ga hem op mijn klauwen te krijgen. Ik ga eens even uitproberen. Even de massen klimmen. Nou, het anker gelicht is. Dat ga je uitproberen. Dat je hem heel van heel ver is. Ja, of je hem als een lichtspot als. Ik heb dat pakje niet aan, hè? Nee, hey, maar je moet mij toch kunnen zien dan. Oh, zo ja, maar ik zie de bodem al dus. Ik ben een lighthouse nu. Hey! Hey? Kom je nog op de master staan? Ja. Je kon er alleen niks meer op zetten. Ja, dank je. Ik kan er geen loot meer op leggen. Oké. Okay. Ik klits zo door het cruisenest de mast op. Achter zelfs een nieuwe. Arena Tavern. Auw. Oh, nou krijg ik gewoon een icoontje zonder tekst. Dat maakt het helemaal mooi. Ik denk dat die net ingeleverd werd. Ja, ik zou je zeggen, ik zie mijn emissary value omhoog gaan. Maar voor de rest zie ik helemaal niks. Oh ja, ik zie alles gewoon. En, zie je hem al? Zie je hem al? Zie je hem al? Zie je hem al? Nee, want de zon is toch net iets feller. dan moet ik een ticket naar Eren sturen. Hallo. Nerf de zon. Nou, de zon zie ik wel. Die is fucking irritant. Er komt de hele tijd net tussen de harpoen door. De zon. Ja. Dus als ik door een golf heen ga, dan gaat hij ervoor en dan zie je allemaal die kort en dan zie je in je fucking ogen. Nou, dan vraag je aan Rare of je een solar eclipse kan hebben. Op permanente macht. Oh, dadelijk komt de wolk toch voor de zon. Doe je twee ooglapjes voor je oog? Ik weet niet waar ik heen roei. Nee, echte piraat, hè? Oh, wacht. Jij zit in de crew, dan kan ik gewoon op mijn neus afgaan. Ja, precies. Ik heb nog steeds een jasje aan van Rena, dus dat zal ons wel behoorlijk stinken. Maar het is geen wind tegen, hè? Dus dan ruik ik niet. Nee, klopt. Dan is even mee zelfs, naar ons. Ja. Het is een ruwbootje, daar heb je daar Ik denk niet dat ik daar heel veel profijt van heb, eerlijk gezegd. Nou ja. Hey, je ruikt in ieder geval Richard niet. Nee. Als je nou Roy bij had, had je shirt kunnen gebruiken. Heb je meteen een tent? Ja. Kamperen op de roeien, man. Ik zie je naam wel, maar ik zie jou eigenlijk nog niet, Ron. Dat valt me dan weer mee. Oh, nu zie ik je gloeien. Hij gloeit ook wit. Holy shit, wat is het hier laggy.
Nou, het zal denk ik alle loot zijn die in het render is. Dat de roeiboot in de tent ligt. Hi, kapitein. Hey, ommetje. Ja, tsunami. Hoe dan mag jij doen, want dat kan ik toch niet. Nee, met deze loop ik wel even, anders die andere is natuurlijk ook in de weg. Kijk. Bodem is een zicht dan. Die andere ligt nog in de weg, hoor. Het heeft geen zin. Hm, ik kan hem toch niet zicht erbij halen. We gaan daar liggen. Ja, dat is waar. En met die paar dingen die daarin liggen, is al meer dan genoeg. Cosmetics nodig, Ja, kom samen zo'n maar miserige pakje van 1 miljoen. Ja. Zelf, god weet hoeveel vergaderingen hebben ze gehad bij Rij van, zouden we dat wel doen voor 1 miljoen? Er zijn mensen die erover zeiken trouwens, toch grappig. Dan hebben ze het afgelopen jaar niks gedaan, want... Ja, hey. Maar dat vind ik ook. Daar moet ik 3 maanden op sparen. Doe wat? We moeten van die boost services gaan aanbieden. Oh ja, ja, daar kun je wel geld mee verdienen. Maar ja, dat is ook bannable, denk ik. Nou, weet ik trouwens niet of dat een Sea of Thieves bannable is. Want je laat ze niet op jouw account, wat dat betreft. Oh, zo, dat je gewoon iemand. Nee, ja, maar dat geld bedoel ik gewoon. Ja, de geld voor vraagt dat ze met je meevaren. Ja. Ja, dat is een bannable. Ja, tuurlijk, het is logisch, maar ik bedoel. Ah, ja, je mag geen geld maken op de game in geen enkele manier. En World of Warcraft mag het gewoon nog. Zolang je maar geen toegang tot een ander account hebt, zeg maar. Dus hun niet tot jouw account en jij niet tot hun account. Alhoewel, eindelijk mag je niet meer multiboxen. Nee. Klopt. Het is ook een beetje raar dat ze daar nou mee stoppen na... Hoeveel jaar is het? 16, 17 jaar? Misschien hebben ze nou een goede manier gevonden om het tegen te gaan. Ik wil nog even achter ons gaan kijken, dames. Ja, ik ook. Ja, wat is er achter je dan? Bij die storm? Ja. Terwijl de vlag even... Niet meer... Nee, maar daarom zeg ik het ook. We kunnen eventueel, als je wil, de vlag wel een keer op en neer doen. Nee, even goed die crit 5 hebt. Ja, want anders krijg je 5k te weinig. Ja, dat kan niet. Nou, niet zozeer het geld, dat telt toch. Even goed dat je. Ja, voor ons stelt het dat we kreet 1 tot en met 5 weer een keer kunnen doen. Ja, dat kan. Alright. Lieve... Lieve mensen, het was weer gezellig. Ja, bedankt tot... voor die vaart. Ja, het... En tot de volgende. Tot de volgende, jongen. Tot de volgende. Later. Yes. Ik ga er ook van, hoor. Morgen nog wel iets vroeger uit. Oké. Okay. Joejoe. Tot volgende week. Tot de volgende. Volgende.
Ik heb gelukkig wel klaar dat ik alle verschillende dingen moet doen, maar ik moet nog 4 van die skulls inleveren en dan heb ik alle commendations, dan kan ik op die zeilen pakken. Nou ja, ik moet er nog wel een paar daar. Ik heb alleen chi klaar, geloof ik. Ja, chi is klaar. En dan die andere 3 moet ik alle 3 nog 1 maal. Dus alles behalve chi? Ja. Nou ja, chi kun je voor de defeat de Ashen Lords moet je 25, dus... En de skulls, dus op zich... Als het nu chi is, vind ik het ook niet heel erg om hem te doen. Nee, ik kan ook geen kwaad. Uiteindelijk hebben we de vlag omlaag gedaan. Ja, melding kreeg ik ook. Dan ben ik echt goed. Ik heb rek voor ons. Trouwens niet veel food after. Nou, ik heb hier voor en wel wat redelijk food zitten. Ik ben dingen fruitketen verkocht. Zo, daar achter ons geeft ook iets heel veel licht. Dat is een skelly ship. Mm. Damn! Oh, de 2 heren zijn ook gestopt. Nou, ze proberen nog van ons liedje kijken hoe lang ze er nog in bleven. Ja. Is dit wanderers? Ja. Nee, ik ben een cannon cove. Oh, cannon. Zitten we net wat hoger. Krijgen we nu een poppen van Twin Groves? Ja, die moeten we nog krijgen inderdaad. Nu krijgen we... Oh, ik krijg die nu van de track. Oké. Ik krijg die van cannon. Dat we zeker even planken pakken. Oh, cannonballs had ik al zo te zien. Ja. Alle kerst cannonballs gek. Die hebben we vandaag niet eens gebruikt, Curse Cannonballs. Nee, ik heb die opnieuw op mij gepakt. Ik geloof bij een van die eerdere battles. Op zo'n kan wel zo snel. Ja. Ik zal ook weer terug trenten. Ik vind het meestal ook wel veiliger dat ze bij iemand in de zak zetten. Ja, dat is een beetje tweeledig. Eerder was ik daar wel altijd fan van, maar aangezien de laatste tijd of de servers niet helemaal stabiel zijn of wat er gebeurt, die disconnects. Maar dat crashen. Ja. Ja, dat is al kut inderdaad. Het is ook echt random steeds iemand van ons, hè. Het is niet één specifiek iemand dat die kan kijken van, oh, het is mijn PC of het is mijn connectie. Nee, het is gewoon compleet random. Welkom terug. Wacht, ik kus cannonballs. Wisje. Dat heeft helemaal niet dat ik hier dit ga. Nee, ik was gewoon mijn knol leeg aan maken. Krim! Time for some defensive. So you don't
Au. Kun je weer een tatoeage kopen? Wat skeleton effect staat er straks. Als de waves wat groter worden. Kijk, deed denk ik iets. Was hij al gespawned of spawnde die toen jij... Die spawnde. Want ik had dat ook niet eens gezien dat dat een ding was. Een summoning, zeg maar. Wist ik niet eens. Nou, dat is gewoon een hoopje met skelettenbakken voor hebben. Ja. Kijk. Ik deed even snel een biggetje en een kooitje. Daar kreeg ik ook een kreet van. Incoming. That's more like it. Ah. Die lontje was iets korter dan ik dacht. Ja, maar. Ik ga ook naar de. Auw! Jij ook dood. Yep. Oh. Is minder goed. Val wel mee. Het lontje was iets korter dan ik dacht. Ja, ik denk even kijken of dat hij meteen afgaat, anders gooi ik gewoon een vuurbal. Aangezien net de schade is ook spannend. Ik denk, ja, dan pak ik daar de stok en dan zet ik hem dan wel recht. Maar ja. Ah nee, ik kreeg een groen lampje, dus Skelly heeft mij geslagen ofzo. Klinkt als geen vuur. Zo, even nieuwe firebombs. Goed. Ik had gehoopt om ergens een poedertoosje te vinden. Als
schroppelen op ons incoming. Ben ik gebukt of zo? Huh? Dat je alleen een skeletje bij mij ziet? Nee. Dat je wel een skeletje in effect zet, dan weet ik, neem je mij ook mee. Ja, ik kan dan niks doen dat die skeletjes allemaal op jou afkomen. Even terug naar de boot, even wat pommetjes bijpakken. Dan lag er hier nog drie op dok. Godverdomme. Ah, ik had wel die hele berg achter je. De tering. Oh, au, ik heb eten nodig. Gosh, ik loop langs, direct viel op mijn bek. En eerst was ik voorzichtig, het miste ik alles. Kijk, ja, dan ga ik hem gewoon in een lop gooien. Dan weet ik zeker dat ik alles raak. Moet maar op Dennis, dan komt alles goed. Ja! Oh, volgende wave. Pas op, pas op, pas op. We hebben direct die grote aanval. Ik ben er wel heel weinig.
Oké, uit. Ik ben mogelijk dood. Ik ben ook dood. Oh, ik leef nog. Ben jij weg? Ja. Goed. Ja, de ene keer ging mijn hitpoints van full naar 5% en toen stond ik in de keer in de vecht. Ik denk, lekker fout. Hoe ben ik nog steeds in leven? Ik vind dat een goede vraag van jou, Jim. Ik gok dat het te maken heeft met een heel hoog dieet, heel groot dieet van bananen. Dat was een goede groep. Oh, dan kreeg ik ook een achievement. Hunter of Captain Grimm. Kijk, mijn roeiboot pakken is aan de andere kant van het eiland. Als je alles even hier op een hoopje legt bij die Ashen Windskull. Ja, ik was hier inderdaad alles een beetje bij elkaar aan het leggen. Weer pas je dood. Dan druk ik in de kist. Gaan. Mm-hmm.
het is moeilijk om crit 5 te worden. Mm-hmm. Echt prettig, man. Auw. Die heb ik ook eentje. Ik win. Hey, heb ik het. Schijven met die niet dat ontploft. Ah, goeie boot. Ah, die kan wel wat hebben. Maar die gaat eigenlijk toch nog een keer af, omdat je hem nu toch een keer vastgepakt hebt. Erom. Dan zwem ik wel even mee, dan gaat hij in ieder geval niet op de roeiboot af. Maar zolang je hem vast hebt, gaat hij niet af natuurlijk. Zolang je hem in het water vast hebt, anders kan hij gewoon afgaan. Dan doet hij van tevoren nog pijn. Ja, hij is net een keer afgegaan toen ik vast zat. Ik was wel in één keer waar de boot was toen je uit het water klom. Ja, hij begint in ieder geval te groeien, dus. Laat ik me in ieder geval voorop zetten. Bucketje water pakken. Kunnen de roeiboot toch gewoon dokken? Ja, dit, volgens mij telt wel nog steeds niet alles. Maar... Ah, zo. Ah, nee. Ah, maar het ene van dat deed hij van het begin niet en ik vertrouw dat nog steeds niet. Dat was ongeveer te wachten. Thank you. Wow, hallo. Jezus. Een en een kwart level. Wat is er op deze server? Hoi. Tornado recht voor ons. Ja, dan gaan we daar gewoon naartoe. Hey, nog een goeie boot. Ik bedoel, als we loot kwijtraken, zo be het. Godzorg zijn. Yep. Alleen een beetje vervelend zijn als we onze vlag kwijtraken. Voordat die vijf is. Dat is waar. Vijf is, dan maakt het me ook niet meer uit. Als we aangevallen worden en we dreigen te verliezen, wat redelijk gegaan is, twee man op één schep zo'n zijn. Of een twee man op een galleon. Als je een wissel pakken en maakt dat ze wegkomen. Ja. Ja, we kunnen natuurlijk, hè, afhankelijk van hoe goed ze zijn of hoe slecht, het ragekist aan boord springen. Maar een ragekist is niet snel. Ik denk dat het is. Nee, maar dan kun je erop slaan gewoon, hè? Dan komen ze niet bij je in de buurt.
Ja, de twee collectors chests die bij de deur van de captain's quarters staan, die zijn fijn om mee te nemen mocht je in paniek raken. BRB. Een viltje aan mijn mok hangen. Achtjes, ik denk maar wel eens achtjes. Links voor vaart een brekje. Ja, en dat is een emissary. Of een... Alliance, één van de twee. Geen Reaper. Nee, het ziet eruit als een emissary, maar... Geen Reaper in ieder geval. Wauw. Die Get Fuck Out, die game, die moet ik ook nog steeds een keer spelen. mooi die tweeten. We know some of you master it now. Wait until next rundown. But the majority is sucking or has been sucking. Please nominate us for the best game you suck at the Steam Awards. Oké. Ja. Ah ja, aan de andere kant. Ik bedoel, een award is altijd beter als een award. En op zich, gezien wat voor game is this, is dat eigenlijk best wel een eer om die te krijgen. Hetzelfde als bijvoorbeeld Among Us zou dat ook kunnen in die categorie. Dit is 100% zeker een emissary. Ligt daar bij een shipwreck. Begint niet te bewegen. Moet nog 17 keer grade 3 worden en 25 keer grade 2. Bij Reapers. We moeten daar gewoon eens even kijken als we straks allemaal die vijfjes klaar hebben. Dat we gewoon bij 4 hem downvoten. Ik heb die volgens mij bij iedereen heb ik al 5 klaar. Maar even checken. Oh ja, de 5 heb ik al klaar bij Reaper. 4 moet ik nog 3 maal om die klaar te hebben. Order of Souls heb ik ook alleen nog maar tot 3. Gold Order. Oh, Gold Order moet ik nog 3 keer tot crate 4. 5 keer tot 5. Dan komt Gold Order, hebben we niet veel gedaan. Merchant moet ik ook. Nog 8 keer tot 4. Ja, moet ik ook een aantal keer tot 5. Order of Souls zullen wel klaar zijn met 5. Zwik is iets af naar de lengte.